Oké. En dan gaan we even kijken of Kim Huizing dat helemaal voor kan gaan maken. Ik kan zeggen aan haar trilogie, maar die heeft ze al gehad natuurlijk. Van 3-1 heeft ze al staan. En we gaan kijken of ze er nog een 4 aan toe kan voegen. Een clean sweep noemen we dat ook wel. Allemaal eentjes. En dan kan je ook echt laten zien dat je op zo'n dag ook gewoon veruit de beste en de sterkste bent. En ze laat het zien hoor. Ze zet nog een keer aan. En ze gaat nog gewoon een grote voorsprong pakken op haar twee concurrenten. En dan kijken we natuurlijk even hoor. Op positie 2 en 3 zijn natuurlijk ook heel mooi meegenomen. We kijken naar het gevecht tussen Marit Boer en Danique Nichols. Het was Nichols op 2. En het is Boer die er langs zij komt. En van 3 naar voren gaat schuiven nog naar positie nummer 2. Maar Kim Huizing heeft er geen last van hoor. Ze gaat hier gewoon Nederlands kampioen worden. Bij de dames van 6 en 7 jaar. Op naar die laatste bocht. En als er dan die fiets gewoon overeind houdt, is er ook echt niks aan de hand. En kan zij zichzelf Nederlands kampioen bij de 6 en 7-jarigen doen. Bij de dames. En dat is ook inderdaad zo. De Spartanen uit Zevenhuizen hebben een eerste kampioen. Bij de dames van 6 en 7. Genoemd door Marit Boer en Danique Nichols. Dan de volgende.